Javanen werden gedwongen om te verklaren dat ze vrijwillig ervoor kozen om naar Suriname te komen in de contractperiode. Dit zei historica Yvette Kopijn, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Gisteren tijdens de lezing Op zoek naar Satiem Martocentico in de universiteitsbibliotheek. Westerse bronnen geven vaak het beeld dat contractarbeiders vrijwillig naar Suriname kwamen. Echter zegt Kopijn dat bij het onderzoeken van meerdere bronnen en het toepassen van een andere kijk op die bronnen veel zaken naar boven komen. Ze werden dan klaargemaakt, heette dat. En soms natuurlijk met geweld. En tenslotte leerde ik dat er behoorlijk wat politici en koloniale ambtenaren protest aantekenden tegen al deze wanpraktijken. Maar dat eigenlijk niemand natuurlijk zo ver ging om te zeggen, oké, we laten het voor wat het is. We gaan dit systeem niet aan. Het roept de vraag op of na de afschaffing van de slavernij er dus inderdaad ook het systeem van gebonden arbeid stopte. En het hele denken ook van in termen van mensen kunnen inzetten als bijna een ding in plaats van een mens. Stopte dat inderdaad? Of werd het ene systeem voor het ander vervangen? Ze zegt dat deze verhalen wel bekend zijn onder de Javaanse gemeenschap. Zo kwam ze ook erachter dat de zogenoemde wervers er niet voor schroomden om mensen te betoveren of te drogeren om ze zodoende mee te nemen. Ik leerde ook dat die wervingskantoren de eigenlijke werving overlieten aan onderwervers, Javaanse onderwervers die ook wel werks werden genoemd. En zij sloegen toe op drukke plekken, zoals een markt of een station. En ze hadden het altijd voorzien op loslopende individuen. Dus mensen die hun dessen al hadden verlaten, om wat voor reden dan ook. Soms om gewoon even naar de markt te gaan. Maar het kon ook zijn dat je iets op je kerfstok had, zodat je dacht, oké, ik moet mijn dessen uit. Of dat je verstoten was als gescheiden vrouw. En dan liep je daar als alleenstaand persoon rond en dan was je natuurlijk juist heel kwetsbaar om door zo'n werk dan bewerkt te worden. En deze werk die deinsde niet ervoor terug om echt geweld en intimidatie te gebruiken, mensen te ontvoeren, mensen te betoveren. Kopijn stelde gedurende haar presentatie dat de geschiedenis anders geïnterpreteerd kan worden. Ze doet voor haar proefschrift onderzoek naar de geschiedenis van Javaanse vrouwen in Suriname.